Hi Maagd, leuk je kijken naar de korte weekhoroscoop van de Mandala. En deze week is voor week nummer 44. En dat is van maandag 28 oktober tot en met zondag 3 november. Dan de kaarten schud om te kijken wat deze week voor jou gaat brengen. Dan lijkt het Maagd alsof deze week een week is waarbij je echt het gevoel hebt dat je ja, bij wijze van een lot uit de loterij gewonnen hebt, want je lijkt deze week een bepaalde overwinning voor jezelf te halen. De thuissituatie lijkt ontzettend belangrijk te zijn en ik heb het idee dat je lekker in beweging blijft, maar zeker ook heel graag thuis wil zijn. En dat kan natuurlijk een hele goede combinatie zijn. Je kunt ook vanuit huis werken bijvoorbeeld of bepaalde dingen ondernemen, maar vooral het stukje thuis en geborgen voelen, dat lijkt deze week heel erg belangrijk te zijn. En ik heb het idee dat je dan ook echt wel wat tijd besteedt aan het fijn voelen in je huis. Dat kan ook bijvoorbeeld nog betekenen dat je met je huis ergens mee aan de slag gaat. Maar het gevoel zit natuurlijk ook vooral in jezelf. Dus het kan ook gewoon zijn dat je bepaalde basisdingen aan het doen bent, waardoor je je echt wel even thuis gaat voelen in jezelf. En dat is dan ook deze week echt voor jou het stuk wat heel erg belangrijk is. Je wil een vorm van zekerheid, een vorm van gezelligheid. En die haal je deze week echt uit jezelf. Natuurlijk kan je daar de omgeving in meenemen, maar deze week lijkt echt het stukje te zijn thuiskomen bij jezelf. Dat is een stuk wat deze week voor jou heel erg belangrijk gaat zijn. Ik wil je de korte weekhoroscoop. Ik hoor natuurlijk heel graag wat je ervan gevonden hebt. En ik wens je sowieso een super fijne week.